XL Vlogmas vlog eindelijk mijn boekenkasten voor elkaar ga krijgen. Mijn kast indelen. Dit het resultaat van de kast. Met je terugblikken op mijn doelen van afgelopen jaar. De auto! En dat was Vlogmas 2023. Hey, leuk dat je kijkt naar Vlogmas dag 31. Het is voor mij oudjaarsdag. Voor jou is het gewoon al het nieuwe jaar 2024. Ik wil je een heel erg gelukkig, gezond, fijn, liefdevol 2024 wensen. En ik wil er vooral ook eventjes benadrukken in deze video. Januari is altijd de maand van het jaar waarin alle dieetreclames en afslankmiddelen en al dat soort shitzooi, sorry dat ik het zeg, maar dat is gewoon echt hoe het is, enorm aanwezig zijn. Overal wordt er reclame voor gemaakt. Je vrienden en familie hebben het er extra over. En ik wil je gewoon eventjes meegeven in deze video dat je niet hoeft te veranderen. Dat je niet hoeft af te vallen als doel voor het nieuwe jaar. Dat je niet nieuw year, nieuw me hoeft te zijn. Überhaupt, als jij blij bent met wie je bent, dan is dat helemaal goed en hoef je niks te veranderen. En als je wel iets wilt veranderen, dan is daar iedere dag altijd een optie voor. En dat hoeft niet specifiek op 1 januari. Dus alsjeblieft, voel je niet verplicht of ergens ingeduwd dat je iets moet gaan doen waar je helemaal geen zin in hebt. Voel je niet alsof je moet gaan afvallen. Want het is gewoon een heel idee wat eigenlijk de dieetcultuur ons elk jaar weer vertelt. Van joh, hè, tijdens de kerst en oud en nieuw moet je vooral niet op dieet. Moet je vooral lekker alles eten wat je wil en alles. Maar daarna dan gaan we extra streng zijn. Dan gaan we op dieet. En het slaat nergens op. Eigenlijk is dat gewoon de boodschap. Je gaat je eerst maar vol proppen om daarna op dieet te moeten. Het slaat nergens op. Echt, jongens, je bent gewoon prima zoals je bent. Jij bent oké zoals je bent. En ik wens je gewoon een heel erg gelukkig nieuwjaar. Waarin ik hoop dat we de dieetcultuur eindelijk een keertje een beetje achter ons kunnen gaan laten. Dat hoop ik al jaren. Maar ik hoop dat 2024 het jaar is dat we echt grote stappen die kant op gaan zetten. Voor nu gaan we lekker de laatste Vlogmas vlog in. Ik heb er heel erg veel zin in. Vandaag is de dag dat ik als het goed is eindelijk mijn nieuwe boekenkast ga neerzetten. Ik ga lekker proberen hier een leuke XL Vlogmas vlog van te maken als afsluiter. Ik ga hierna namelijk eventjes lekker ertussenuit. Ik ga dan tot en met half januari even vrij nemen. Even lekker chillen, even lekker bijkomen van Vlogmas. En dan vanaf half januari kom ik weer terug. En in de tussentijd zijn er heel veel video's op mijn kanaal die je kunt kijken. Je kunt me volgen op Instagram, waar ik waarschijnlijk weer wat actiever ga zijn. Vooral ook op stories, want die heb ik echt in december een beetje verwaarloosd. Omdat ik met Vlogmas al zoveel liet zien dat ik gewoon op story van alles vergat. Maar goed, we gaan beginnen. We gaan vandaag eerst deze kast hier achter mij leegruimen. Dus die pakken eruit, de boeken eruit, alles eraf. Adventskalender mag weg. En we gaan dus op het kleine kamertje waar deze kast naartoe gaat alvast ruimte maken. Zodat deze kast daarheen kan. Mijn moeder is beneden al bezig met het rol. Ja, hoe noem je dat? Een soort barcard idee wat we gisteren ook bij IKEA hadden gekocht. Heb je die vlog nog niet gezien? Kijk hem vooral. Daar is zij mee bezig om hem in de keuken alvast te installeren. Dan gaat ze zo meteen oliebollen halen. En daarna gaan we dus even samen die kast verplaatsen. Zodat ik hierboven mijn nieuwe billies kan gaan neerzetten. Ik kan echt niet wachten om te zien hoe het eruit komt. En ik ben benieuwd hoe deze kleine meid gaat reageren als ik zo meteen bezig ga. Ze zijn dus alle drie binnen. Ik vind het zelf voor mijn gemoedstoestand met het vuurwerk wel fijn als ze binnen zijn. Zij hebben er zelf niet eens heel veel last van. Ze vinden het vooral jammer dat ze er niet uit mogen. Maar tegelijkertijd, het is rot weer buiten, lieverd. Dus je ligt hier volgens mij veel beter. Inmiddels zit ik even op de bank uit te hijgen en een beetje weer af te koelen. We hebben dus inmiddels mijn kast van mijn kamer naar het kleine kamertje verplaatst. Die staat daar. Ik zal zo even laten zien hoe dat staat. En alvast de pakketten van de Billy boekenkasten naar zolder. Het is echt eventjes
Ik heb mijn workout weer gedaan vandaag. Nee, trappen en zware dingen tillen en alles bij elkaar is toch even een dingetje. Ondertussen zijn de katten het er niet mee eens dat ze er niet uit mogen. Mama is eventjes oliebollen halen en die heeft dus in de tussentijd hier zo het rolkastje in elkaar gezet. Ik zal het eventjes laten zien aan je. Kijk, dit is toch ideaal. We hebben hier dus dingen als de, hoe heten die dingen? Aardappelen, wauw, neerleggen. We hebben deze plaats erbij en daar liggen dus ook een komkommer en ui en aardappelen. Allemaal dingen die niet specifiek in de koeling moeten. Daaronder wat flessen. Allemaal dingen die anders op random plekken hier bijvoorbeeld in de la of in het hoekje gepropt stonden en lagen. Dus dit is wat meer georganiseerd en omdat het op wieltjes staat kun je het heel makkelijk zo aan de kant halen als je bijvoorbeeld hier in het kastje moet zijn. Nou zijn we daar niet heel vaak. Er staan niet zoveel dingen in die we echt veel nodig hebben. Maar dit is echt ideaal. En hij past echt perfect. Terwijl we dit helemaal niet hadden opgemeten van tevoren. Dus we hadden zoiets van, joh, hij kan waarschijnlijk diagonaal sowieso wel staan. Maar dit is echt top. En dit is het effect hier in het kleine kamertje met die extra kast erop. Je kan wel zien, deze kast hadden we dus uit mijn vaders appartement gehaald. Het is net even een andere kleur. En blijkbaar, deze is ouder. Die heb ik echt al jaren. Ze hebben net even een ander formaat, maar goed. Prima voor zo'n rommelkamertje. We willen dus waarschijnlijk uiteindelijk allemaal van dit soort bakken hierin gaan zetten. Maar goed, heel veel van dit soort dozen ja, passen dus niet helemaal. We moeten nog wat spullen ook uitzoeken. Maar mama dacht, ik ga eerst even oliebollen halen voordat ze op zijn. In de tussentijd ga ik dus even rustig hier zitten. Even uitpuffen. Je kan het zien, ik heb helemaal rode konen. Van de inspanning. Ik was ook zo slim om de hele tijd mijn giletje aan te houden. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik heb het bloedje heet. Goh, laat ik mijn gilet uitdoen. Want het was juist het idee waar ik deze outfit had aangedaan. Dat ik hem uit kon doen tijdens het tillen. Ik heb trouwens wel deze hele mooie blouses van Costus aan. Ik weet niet of dit goed overkwam. Deze had ik dus laatst in de sale gekocht. Maar dit patroontje erop had je toen volgens mij nog niet zo goed gezien. Maar goed, dit blouseje heb ik dus laatst bij Costus gekocht. Het giletje wat ik dus draag, is dus van Cotton Club. Ook allebei uit de sale van laatst. Ik ben er echt super blij mee. De oorbellen die ik van mama had gehad voor de kerst. Ik ben echt helemaal blij vandaag. Maar tegelijkertijd ook helemaal gesloopt al. Mama zei al, wat zijn we ineens actief de afgelopen dagen. Maar goed, zometeen nadat ik eventjes rustig heb gezeten. Misschien nog even een koffietje drinken of zo. Ga ik verder met het in elkaar zetten van dus de Billy boekenkasten die ik gisteren heb gehaald. En ik kan niet wachten om die te gaan indelen en ook mijn deco erbij te zetten. En te zien hoeveel boeken ik heb en hoeveel boeken ik nog aan ruimte heb om eventueel erbij te zetten. En heel veel zin in. Ja, echt een top oudejaarsdag. Normaal gesproken is oudejaarsdag echt een dag dat ik dacht, ja, niet echt iets boeiends of zo. Nog steeds denk ik van, ja weet je, het is gewoon een dag en morgen is het gewoon weer een dag. Alleen is het dan toevallig ineens 2024 in plaats van 2023. Maar ja, het is gewoon een hele leuke dag omdat ik eindelijk mijn boekenkasten voor elkaar ga krijgen. Maar eerst even chillen. Dit is het resultaat van de kasten. Ik vind ze echt heel mooi. Ze zijn dus ietsjes donkerder dan ik had bedacht. Ik had eigenlijk die kleur hout bedacht, maar daarvan was geen extra plank. En ik ben wel heel blij met die extra plank, want anders had ik echt heel veel loze ruimte gehad, gok ik. Verder is het inmiddels al 5:15. Mama en ik zijn heel actief geweest vandaag. Maar het is inmiddels ook alweer laat. We hebben wel in het kleine rommelkamertje ook heel veel voor elkaar gekregen. En ik wil dus nog heel graag mijn kast indelen. Dat staat echt nog op mijn to-do voor vandaag. Ik vind het zo leuk om te zien hoe het dan straks wordt. En ik heb dus het idee dat ik deze kasten lang nog niet kan vullen. Dat is ook precies het idee dat ik weer ruimte heb voor nieuwe boeken. Maar we gaan het zien. Ik heb alle boeken die ik op dit moment dus fysiek in mijn kast had staan hier gezet. Dit mandje heb ik natuurlijk gisteren bij IKEA gehaald met een paar deco dingen ook voor in de kast. En hier ligt mijn, ja, fysieke TBR. Ik heb nog veel meer op mijn e-reader staan. Maar dit is wat ik fysiek op het moment op mijn TBR heb. En ik denk dus dat ik één plank wil maken met dus mijn TBR. Waarin ik dus ook dit mandje wil doen. Want ik wil misschien ook wel boekenvideo's gaan maken dit jaar.
En wie weet is het dan wel leuk om dan bijvoorbeeld de boeken die ik lees in een video in zo'n mandje te stoppen. Bijvoorbeeld bij een blind boeken kiezen of zo. Ik ben de afgelopen tijd helemaal boekenvideo's aan het kijken. En ik dacht, oh, dat is misschien wel leuk om een keertje te doen. Dat mijn moeder een week mijn boeken kiest, dat soort dingen. Mijn volgers mijn boeken kiezen. Maar daarvoor leek dit mandje me ook wel heel erg leuk. En ik heb dus gekeken. Zowel de stolp kan dus op de planken. Deze onderste twee zijn iets hoger dan de bovenste twee. En dit mandje kan dus ook zowel hier als ook hier. Nou is dit iets minder gezellig qua zicht. Dus ik denk dat de TBR dan inderdaad op een lagere plank komt te staan. En ik denk dat ik voornamelijk mag focussen op deze kast voor nu. Omdat dit hoekje natuurlijk ook wat mijn filmsetting is voor mijn, ja, naast vlogvideo's, mijn zitvideo's zoals ik dat noem. Dus het lijkt me dan wel leuk als deze kast echt het leukste uitziet, ook tijdens video's. Ik denk dat ik dan hier een TBR van ga maken. En dan hierboven wil ik denk ik dit plantje neerzetten. Zo cute, ik vind het nu al helemaal leuk. En dan mag mijn fysieke TBR dus hier. Dit boek past echt exact. Nou is dit ook een boek waarvan ik niet specifiek denk, joepie. De rest van de boeken past wel prima. En ik denk dat ik het een beetje wil sorteren op fantasy, niet fantasy. Want ik lees eigenlijk voornamelijk fantasy en af en toe iets anders. En ik heb besloten om dit soort box sets uit de box te halen en in de kast te zetten. Want ja, ik weet niet, ik ga zo'n box toch niet gebruiken meer nadat ik de boeken heb gelezen. Dus dan vind ik het ook een beetje zonde om ze dan zo toch erin te houden. En dit past echt net niet. Dat is nou jammer. Dan haal ik lekker dat boek hier zo eruit. Die gaat dan in dat mandje. Dat is degene die ik dus het minst geïnteresseerd ben om te lezen. Samen met deze. Dit is zo'n boekenweekgeschenk van de Engelse Boekenweek. Find Her van Tessa Bailey. Ik weet dat heel veel mensen echt fan zijn van Tessa Bailey. Maar ik ben gewoon niet iemand die van romanceboeken is. Dus ik vraag me nog een beetje af of het wat voor mij is. Die gaan gewoon even in dit mandje. En als ik straks nou denk ik heb ruimte over op een andere plank, kan ik ze altijd daarbij stoppen. Ondertussen ook gelijk even de stolp klaarmaken. Ik denk dat deze mini plant het best hierbij matcht. Dus die kan dan ook zo in mijn kast. Ik ben hem natuurlijk hier gaan zetten van die kant. En mochten jullie nou nog andere leuke dingen weten die je dan in je boekenkast kan zetten. Ik weet dat bijvoorbeeld kaarsen en zo ook leuk is. Maar ja, die ga je toch niet aandoen bij boeken in de buurt. Want hè, gevaarlijk. Dus ik ga nog even kijken wat ik ga doen. Misschien wel neppe kaarsen of zo. Maar let me know wat bij jou in je boekenkast staat om het een beetje gezellig te maken. En ik denk dat gezien dit mijn filmsetting is en je de bovenste boeken waarschijnlijk dus het best ziet hier zo in de hoek. Dat ik daar gewoon mijn favoriete boeken ga zetten. Nou krijg ik dus de Court of Thorns and Roses serie van mijn moeder zodra ze hem uit heeft om in mijn kast te zetten. Want zij heeft gewoon geen ruimte meer. En ik vind hem ook fantastisch. Dus ik zei al, ik wil hem best in mijn kast. En de Throne of Glass serie. Dat zijn echt mijn favoriete series aller tijden. Dus die gaan daar sowieso staan. Maar voor nu heb ik die natuurlijk nog niet. Dus komen er ook andere te staan. Onder andere de Inheritance Games. Threadneedle vind ik echt fantastisch. Hiervan komt deel 2 komend jaar uit. Can't wait. Trial of the Sun Queen vond ik deze maand ook echt top. The Priory of the Orange Tree. Dat is echt zo'n galgje woord. Maar deze serie, alleen deze is dus te groot voor op deze plank. Dus ik denk dat ik deze gewoon neer ga leggen. Dan een aantal fantasy boeken die niet specifiek mijn favorieten zijn. Maar de meeste van mijn favorieten heb ik dus op mijn e-reader gelezen, dus dat kan niet helemaal hierbij. Maar ik heb hier dus de Gilded serie van Marissa Meyer. En hier een aantal boeken van Kaylin Bayron. Vooral Cinderella's Dead is echt favoriet. En als ik er zo naar kijk, denk ik dat ik deze twee ga omdraaien. Want dit is veel kleurrijker voor in mijn filmsetting dan dit. Ik ben even off-camera doorgegaan, zodat deze video geen uren lang zou worden. Maar dit is wat ik er dus tot nu toe van heb gemaakt. Ik heb echt nog super veel ruimte. En ik heb hier ook juist nog best wel veel ruimte over. Ik heb daar bijvoorbeeld intentiekaarten en zo liggen. Het mandje is nog leeg. Ik heb mijn TBR tot hier zo doorgerekt, zodat het hier zo door kan. Want ik had ineens iets van, wacht even. Er zijn nog meer boeken naar me onderweg via Vinted. Ja. Dus ik heb dit er nu van gemaakt. Ik vind het ook wel leuk om zo hier en daar een boek tentoon te stellen. Maar hier ga ik waarschijnlijk de komende tijd nog aardig aan zitten vogelen. Ik heb nu ook dat leuke vaasje wat ik van mama had gehad voor kerst hier neergezet. Ik weet nog niet zeker of ik hem hier ga houden. Waarschijnlijk ik hem vannacht in ieder geval even weghaal. Mochten de katten dan gaan inspecteren, is hij niet kapot, want het is natuurlijk wel glas.
En zoals je hoort, het vuurwerk is ondertussen ook al aardig begonnen. Maar gelukkig lijken ze er tot nu toe weinig last van te hebben, je meis. Ze vinden het vooral helemaal niks dat ze er dus vandaag niet uit mochten. Maar goed, ik ga eventjes de laatste spulletjes hier opruimen. Want ik heb hier dus allemaal dingen liggen die dus uit de kast kwamen. Dat nepplantje gooi ik denk ik even in die bak, zodat ik hem kan pakken als ik hem toch wil hebben. En verder moet ik even kijken wat ik met de bovenkant van de kast wil. Want ik had hier dus ook altijd een lamp staan. Nou moet ik zeggen, die lamp heb ik echt nooit gebruikt. Mijn moeder heeft hem heel kort even gebruikt toen de schilder bezig was en we veel boven zaten. Maar die ga ik dus waarschijnlijk verkopen of naar de kringloop brengen of whatever. Die is namelijk net even te breed om hier zo op te zetten. En de kast kan dus niet tegen de muur omdat mijn loopband erachter ligt. Maar goed, ik ga gewoon de komende tijd even kijken hoe het allemaal bevalt. Mocht die loopband ergens anders heen kunnen, dan kan die alsnog tegen de deurtjes aan. Maar ik ben echt super blij met de hoeveelheid ruimte. Ik kan gewoon weer eindelijk boeken kopen zonder te denken, ik kan het niet kwijt. Dus echt mega, mega blij mee. En mocht je nou denken, ik heb nog wel leuke tips om me mee te vullen qua boeken, maar ook qua deco, dat soort dingetjes. Of om bovenop de kast te zetten, let me know. Ik vind deze ook nu eigenlijk iets te hoog voor hier. Deze stond hier altijd. Dit is dus een plaat van mij op Santorini die ik jaren terug voor kerst aan mijn vader had gegeven toen hij net op zichzelf was gaan wonen hier toen na de scheiding. Maar ja, die heb ik toen terug meegenomen nadat hij was overleden. Dus ja, hij heeft wel sentimentele waarde. Maar ja, ik vind hem nu niet helemaal meer hier staan. Dus ik denk dat ik hem toch maar even in een doos ga stoppen of iets dergelijks. Voor als ik ooit uit huis ga, dat hij alsnog een plekje kan krijgen. Maar hier staat hij niet echt zoals ik zou willen. En als ik dan toch bezig ben met laten zien van eindresultaten, is dit het resultaat van de kast. We hebben alle administratie van mijn vaders zaak hierboven neergezet. Daar zitten wat spullen van mij in. Dit was dus van mij. Ik ga even mijn administratiedametje Lola. Lola, als je dit kijkt, I love you. Ga ik even navragen welke jaren er nou wel en niet al weg mogen. Want het moet al zoveel jaar bewaard worden. Maar dan kan er waarschijnlijk hier ook wel iets weg. Dus dit is ook echt zoveel meer georganiseerd. En we hopen dus uiteindelijk alles in deze kasten in dat soort bakken te stoppen. Want het ziet er gewoon zoveel netter uit. En ik dacht, ik ga er nu even lekker voor zitten. We hebben op de achtergrond allemaal vuurwerk natuurlijk. Ik heb geen champagne, maar een glaasje Crystal Clear. En ik dacht, we kunnen vlogmas natuurlijk niet afsluiten zonder een beetje terug te kijken op het jaar. Oftewel, ik heb hier mijn agenda voor het jaar erbij gepakt. Deze houdt echt letterlijk vandaag op. Hoe heerlijk is het dat het nieuwe jaar begint op een maandag? Voelt echt een beetje als een clean slate. Maar tegelijkertijd was dat in 2020 ook zo. En ik hoop toch heel erg dat de wereld niet weer een 2020 volgend in petto heeft. Maar goed, hierin heb ik dus mijn doelen aan het begin van het jaar opgeschreven. Die heb ik toen met je gedeeld in een mukbang. Ik ga waarschijnlijk ook begin komend jaar weer een video maken waarin ik mijn doelen met je bespreek. Want dat heb ik nu gewoon nog niet gedaan. Maar ik kan wel even met je terugblikken op mijn doelen van afgelopen jaar. Mijn doelen zijn opgedeeld in werk en privé. En als werkdoel, als hoofddoel eigenlijk, had ik om 2.500 euro omzet per maand te gaan draaien. Dat is me eindelijk na jarenlang als doel te hebben gehad, is het me dit jaar gelukt. Ik heb de afgelopen maanden dat makkelijk gered. De afgelopen maanden zelfs 3.000. Deze maand zelfs voor het eerst 3.500. Ik wil uiteindelijk gaan opbouwen naar 5.000 à 6.000. Dat is gewoon heel erg fijn als je dan een keer een slechtere maand hebt als ondernemer. Of als je een buffertje nodig hebt voor iets wat begeeft of iets dergelijks. Is het gewoon fijn om dat te gaan verdienen. Dus ik ben het nog steeds aan het opbouwen. Maar echt zo blij dat ik dit jaar eindelijk die stappen heb gezet. Want ik ben er heel eerlijk over. Maar begin van het jaar verdiende ik echt max 1.500 per maand. En dat is gewoon natuurlijk niet iets waar je van kan gaan leven. En ik krijg ook altijd vragen van, joh, wanneer wil je uit huis, et cetera. Dat was gewoon nog geen eens een optie. Omdat ik gewoon qua geld dat niet zou redden. En nu is het dus zo dat ik denk, oh, ik zou er naar kunnen gaan kijken. Naar dat soort stappen. Dus dat is echt super fijn. Volgende doel was om ieder kwartaal een week vrij te plannen. Dat heb ik eigenlijk de afgelopen jaren wel gedaan. Ik merk dat het heel erg goed is voor mij mentaal om gewoon één keer in de zoveel tijd even vrij te nemen. En ook dat is dit jaar weer gelukt. Ik heb dit jaar natuurlijk meerdere vakanties gedaan. Ik ben naar Kroatië geweest. Ik ben naar Griekenland geweest. Rodos. En ik ben natuurlijk naar Londen geweest. Maar dat was full-on vlogmas. Dus dat was werk, vakantie gecombineerd. En ik heb daarnaast ook gewoon in januari een weekje vrijgenomen.
Ik heb tussendoor, toen mijn paard overleed, in april vrijgenomen, expres. Wat langer om dat ook te kunnen verwerken. En om dus ook gelijk even die vrije tijd voor mezelf te hebben. Dus dat is gelukt. Ik merk namelijk altijd heel erg dat juist door af en toe even dat vrij te plannen, mijn creativiteit juist beter is. En ik betere content kan maken, betere ondernemer ben. Dus top doel. Ga ik volgend jaar gewoon weer meenemen. Dan een doel wat hier relatief vaag staat is: breng tussen haakjes online producten uit. Ik was hierin heel vaag omdat ik gewoon zoveel ideeën in mijn hoofd heb voor wat ik zou willen uitbrengen. Ik zou cursussen willen uitbrengen. Ik zou bijvoorbeeld heel graag een keer een event willen organiseren. Ik wil ook wel eens een keer een agenda uitbrengen of een eigen adventskalender. Ik heb zoveel ideeën. Die zijn het allemaal niet geworden dit jaar. Maar ik heb wel twee hele toffe fysieke producten, collecties kunnen uitbrengen. Namelijk de oorbellen die ik heb uitgebracht tijdens de kerst met dots en freckles. En natuurlijk in de herfst heb ik mijn eigen gel nagellak collectie uitgebracht bij Ecstatic. Daarover gesproken, een deel van de kleurtjes op dit moment uitverkocht. En we weten nog niet zo goed wanneer de restock gaat komen. Ik hou jullie daar natuurlijk van op de hoogte. Maar op dit moment zijn volgens mij alleen de candlelight kleur, de gele kleur en de groene tint op voorraad. Oftewel de Forest Walk. De andere twee zijn momenteel helaas uitverkocht. Komen wel weer terug, maar wanneer precies durf ik niet te zeggen. Dat doel is in ieder geval gelukt. Dus verder naar de volgende. En dat is: geef je website een makeover die past bij je nieuwe werkzaamheden. Nee. Als je op dit moment naar mijn website gaat, irinataal.nl, dan zie je een 404 of whatever pagina van joh, onder constructie, zijn hiermee bezig. Ik moet er nog aan beginnen. Dat staat echt op de planning voor kwartaal 1 van het nieuwe jaar. Dan heb ik wat meer tijd, is het wat rustiger op het gebied van campagnes, et cetera. Dat was natuurlijk in kwartaal 4 gewoon chaos met alle kerst en dingen. Dus dat staat op de planning voor komend jaar. Is dus nog niet gelukt. Maar ik heb hem in ieder geval alvast offline gehaald. Als in de blog website die het nu was. En dat gaat dus iets nieuws worden. Hoe en wat precies gaan jullie als het goed is dus het nieuwe jaar zien. En dan gaan we verder met de persoonlijke doelen. De werkdoelen zijn dus eigenlijk best wel goed gelukt. Op werkgebied heb ik echt een heel erg fijn jaar gehad, merk ik. En dan dus op privégebied, persoonlijk gebied, hoe je het ook wil noemen. Als eerste elke maand op een solo date. Ik vind het dus heel lastig om hierop te zeggen, heb ik het gehaald, ja of nee? Omdat ik helemaal in het begin het echt heel erg goed bijhield. En elke maand echt heel bewust een solo date heb gepland. En op een gegeven moment ben ik dat minder bewust gaan doen. Maar tegelijkertijd ben ik ook iemand die uit zichzelf best wel snel solo dates gaat doen. Dus ik ga ook best wel snel uit mezelf bijvoorbeeld lekker een dagje naar de Westfield Mall om zelf dingen te gaan shoppen. Er zijn dan vaak wel dingen die ik nodig heb. Maar toch ga ik dan lekker in mijn eentje. Maar echt van die bewuste solo dates. Van joh, even in mijn eentje ergens naartoe om te wandelen. Of in mijn eentje ergens gaan lunchen. Of in mijn eentje naar de bioscoop. Of in mijn eentje een dagje op solo date naar een stad die ik niet ken. Zoals ik dat helemaal in het begin van het jaar naar Delft heb gedaan. Dat heb ik niet zo heel erg bijgehouden. Dus ik durf niet te zeggen of dit doel gehaald is. Ik ga daarom gewoon zeggen nee. Ik wil volgend jaar misschien wel een serie gaan maken op mijn YouTube kanaal. Rondom solo dates en mezelf uitdagen. En misschien wel gaan kijken of jullie dingen hebben om mij uit te dagen als solo date. Lijkt me wel heel erg leuk om daar wat meer op in te gaan. Want ik merk ook dat dat soort content, dat jullie dat heel erg leuk vinden. Maar ja, solo date volgend jaar gaan we kijken of we daar iets mee kunnen. Dit doel, ik durf het bijna niet te zeggen. De angst voor de tandarts aangaan. Dit doel staat echt al jaren op mijn lijstje. Ik ben in 2021 of 2022 heel abrupt naar de tandarts gegaan, naar een spoedtandarts, omdat ik een los spalkje had en dat riep zoveel angst en paniek bij mij op. Dat was niet grappig. Ik was echt al jaren niet geweest. Ik ben dus toen echt trillend in de behandelstoel gaan liggen. Mijn moeder was erbij. Ik had echt mijn nagels in mijn hand staan. Ik heb er ooit een keer een video wat meer over verteld waarom ik zo bang ben voor de tandarts. Maar het komt erop neer dat ik een keer dat er geboord is en gedaan zonder verdoving. En dat deed zozeer. En ik lag daar toen te huilen in de stoel. En sindsdien durf ik gewoon niet meer. En ik wil die angst toch een keer aangaan. Want ik ben dus al zoveel jaar niet naar de tandarts geweest. Is niet iets wat ik je kan aanraden. Maar het is gewoon zo'n grote drempel. Zo'n grote grens in mijn hoofd. Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan. Moet ik wel echt gaan doen. Ik moet gewoon contact gaan opnemen met de angsttandarts. Maar
Oh my god, het blijft een ding. Verken 12 nieuwe plekken. Oké, even denken. Ik ben dus naar Delft geweest. Dat was voor mij nieuw. In Kroatië ben ik naar Dubrovnik geweest. Ik ben naar Hvar geweest. Ik ben naar Plitvice geweest en Rastoke. Dat tel ik dan eventjes als één voor het gemak. Dan ben ik naar Pula en omgeving geweest. Ik ben naar Sibenik en omgeving geweest. Ik ben vervolgens nog naar Rodos geweest met mijn moeder. Ja, ik heb wat dat betreft wel een heleboel gezien. Maar ik denk niet dat het er 12 zijn geweest. Ik had eigenlijk als idee elke maand één. Maar ja, sommige maanden heb je er gewoon veel meer. Zoals op vakantie dan andere maanden. En ik had dus veel meer gedacht op solo dates te gaan naar een nieuwe stad. En dat heb ik dus veel minder gedaan dan dat ik had gehoopt. Helemaal aan het begin van het jaar, toen ik nog helemaal bezig was met oh my god, nieuwe doelen en dromen voor dit jaar. Maar komend jaar moeten we daar misschien wat meer achteraan. Lijkt me wel heel erg leuk. Misschien ook wel inderdaad voor een serie. Maak een solo trip. Ook die heb ik dus niet gedaan. Behalve als je dus mijn solo trip naar Delft voor een dagje telt. Maar ik had echt in mijn hoofd zitten om weer op solo trip naar het buitenland. Of in ieder geval een paar dagen weg binnen Nederland eventueel in mijn eentje te gaan. Net zoals vorig jaar naar Londen. En dat heb ik dus niet gedaan. Ik wilde wel heel erg graag. Ik had eigenlijk in mijn hoofd om rond maart, april naar Sevilla te zijn geweest. Maar één, de prijzen waren echt niet grappig. En twee, in die periode overleed ons paardje Brownie dus. Toen waren we heel erg bezig met moeten we er laten inslapen, ja of nee. Was ik gewoon mentaal heel erg slecht in mijn vel. En daarna is er ook niet meer van gekomen. We zijn natuurlijk in juni al weg geweest. Zijn in oktober al weg geweest. In december al weg geweest. Dus het was toen ook niet meer qua planning heel handig of zo. Allemaal excuses, maar doel dus niet gehaald. Tot nu toe gaat het niet erg goed met de persoonlijke doelen. Elke maand minimaal 2 sociale afspraken. Ja. Dat kan ik wel zeggen dat ik heb gedaan. Ik ben dit jaar zoveel meer sociaal geweest dan anders. Klinkt heel erg, maar eigenlijk heeft dat ook voor een deel te maken met het overlijden van ons paardje. Dus Brownie, mocht je daar meer over willen weten. Ik heb toen zij overleed, toen we daar hebben laten inslapen, een hele video over gemaakt. Maar sindsdien merk ik wel dat omdat ik natuurlijk niet meer 4 keer per week naar stal moest, dat ik gewoon veel meer tijd en energie had voor dat soort dingen, voor sociale dingen, voor gezellige afspraken, voor werkafspraken. Eigenlijk voor van alles en nog wat. En daarmee heb ik dus voor mijn gevoel veel meer sociaal leven gehad dit jaar dan anders. Wel minder beweging en sport. Dat is dan wel weer jammer in verhouding met eerder, vanwege dat ik al 4 keer per week gewoon naar stal moest. Dus daarvoor wil ik wel echt in het nieuwe jaar echt op zoek naar iets ter vervanging. Vandaar ook de loopband die ik heb gekocht. Maar ja, sociaal, absoluut. Dus dat doel is gelukt. Net als het doel, lees 30 boeken. Zoals jullie laatst al konden zien in mijn boekenvideo van Vlogmas van dit jaar, heb ik dit jaar 50 boeken gelezen. Dus makkelijk gelukt. Put yourself out there. Ga daten. Nee. Ik heb wel tot meerdere keren toe dating apps geïnstalleerd. Er een tijdje actief op geweest. Met gasten gepraat, jongens gepraat, mannen gepraat. Hoe je het ook wil noemen. Maar of het kwam niet verder dan een gesprek. Of ze reageerden gewoon niet. Of ik weet niet. Ik wil ook niet gewoon op date gaan voor het op date gaan. Ik wil wel echt eerst denken. Oh, er zit potentie in. Misschien zou dit wat zijn. Dan dat ik gewoon op date ga voor het op date gaan. En natuurlijk, het is goed voor de ervaring. En gewoon om mezelf inderdaad weer te leren van joh, hè, het is niet eng. Mannen zijn niet eng. Ik heb gewoon jarenlang na mijn laatste relatie gewoon echt gedacht, ik hoef niet meer te daten. Ik vertrouw het even niet. Ik ga me even op mezelf focussen. En ik heb wel het gevoel dat ik zover ben om dat weer te gaan doen. Om weer me open te gaan stellen. Maar ik heb niet zoiets van, ik ga me nou openstellen voor het openstellen. Ik ga het echt doen omdat ik denk, oh, ik voel een klik met iemand. En ik heb tot nu toe dat dus nog niet gehad. Niet dat ik iemand toevallig bij het vriesvrak bij de Appie Heijn ben teruggekomen. Maar ook niet dat ik dus op een dating app dacht van, oh ja, dit gesprek is leuk. Laten we hier verder iets mee doen. Dus dat is ook wel heel erg jammer, maar wel hoe het was. Doe een no-spend maand. Nee. Nee, heb ik niet gedaan. Als ik ook kijk naar de afgelopen maanden, heb ik echt heel veel geld uitgegeven. Jullie hebben alleen al gezien hoeveel cadeautjes ik voor mijn moeder had gekocht. Ja.
Maar een no-spend maand, nee, heb ik niet gedaan. Zou misschien wel goed voor mijn portemonnee zijn. Misschien moet ik dat gewoon in januari of februari of zo een keertje gaan doen. En als laatste doel had ik oude Lush tussen haakjes producten opmaken. Ja, daar ben ik zeker mee bezig. Ik heb nog lang niet alles op. Nou had ik dat ook niet verwacht voordat ik begon met dit doel. Ik heb gewoon heel veel shower gels, heel veel body boosters en yoghurt en van alles en nog wat. Van zowel Lush als de Body Shop, als kleine bedrijfjes. En ik ben gewoon iemand, ik gebruik heel weinig douchegel. Ook niet elke keer als ik douche gebruik ik douchegel, omdat mijn huid daarvan uitdroogt. Body butters, dus heb ik vaak te lui voor. Dus hetgeen wat het meest gebruikt wordt en ook het meest is opgegaan, badproducten. Maar tegelijkertijd heb ik daar ook tijdens de sale dit jaar weer nieuwe van gekocht. En heb ik er natuurlijk ook dingen van gekregen. Ik heb natuurlijk de adventskalender gehad van Lush. Maar verder heb ik wel, want dat vond ik voornamelijk het doel van dit jaar, meer gebruikt dan dat ik heb gekocht. Ik heb mezelf echt verteld, je hoeft niet bij elke collectie van Lush iets te hebben. Je hoeft niet elke keer als je in de stad bent nieuwe dingen te halen. Dus ik heb echt met mezelf gezegd, tijdens de sale bij Lush mag je dingen kopen. En als er een limited edition is waarvan je echt een badproduct, specifiek bad, want alle andere producten eromheen mag ik van mezelf gewoon niet meer kopen. Maar als ik echt een badproduct had, wat echt wat voor mij was, echt een kruidige geur bijvoorbeeld die niet in het vaste assortiment zit, dan mocht ik het halen. Maar anders niet. En daar heb ik me wel heel erg goed aan gehouden. Dus ik vind dat ik dit doel als een checkje mag rekenen. En dat zijn de doelen die ik dus voor dit jaar had. Nou, volgens mij heb ik er op werkvlak heel veel gehaald. Op privévlak iets minder. Volgend jaar misschien wat meer daar ook op focussen. Ik merk sowieso heel erg dat ik iemand ben die of op werkvlak of op privévlak heel erg goed gaat of zo. Ik kan het bijna nooit allebei. Maar dat is ook een limiterende gedachte die ik van mezelf heb. Dat het niet zou kunnen. Dus daar moet ik denk voornamelijk aan gaan werken. En verder, ik ga lekker beneden zitten. Mama en ik gaan lekker aan de oliebollen eten. We gaan lekker misschien wel een filmpje kijken of zo. Een spelletje doen. Nog geen idee. Oh, en er was helaas ook wat minder fijn nieuws, hoorde ik er straks van mama. Mama kwam namelijk straks thuis. Lopend. Het was, laten we beginnen bij het begin. Mama had oliebollen gehaald bij, oh kijk, ze komt helemaal erbij zitten. Dat, dan zie je me tenminste, dat vind ik heel graag fijn. Bij de bakker, bij Van Manen, dan zou je toch denken, goede bakker, bekende bakker, lekkere oliebollen. Nou, we hebben er allebei één gegeten. Ik haalde ze al uit de doos. En ik had al zoiets van, dit is net alsof ik een oliebol van gisteren heb. Zo hard zijn ze. Nou, zo smaakten ze ook. Ze waren niet lekker. Dat was echt zonde. Dus toen dacht mama, gaan wij dit überhaupt opeten? En toen dachten we allebei, waarschijnlijk niet. Dus toen dacht mama, er staat nog een kraampje. Ga ik daar dan nog halen? Toen is mama dus met de auto nog een keer gegaan. Ze was eerst met de fiets die andere gaan halen. Toen dacht ze, ja weet je, het is rot weer, weet ik het wat. We gaan nu nog maar een keertje op en neer. Ik zit de kat in de tussentijd. En hoe? Maar goed, mama dacht dus, ik ga even met de auto op en neer. Dus ze had ze oliebollen gehaald. Die liggen inmiddels hier. Daar gaat het verhaal niet over. Heb je ze al geprobeerd? Ja, die is beter. Oké, we hebben betere oliebollen in huis. Maar het probleem was dus niet de oliebollen. Maar de auto. Mama was echt een minuut van huis weg of zo hier. Nee, op de, terugweg. Ja, maar daarom een minuut van huis weg op de terugweg. Ja. En toen deed hij precies hetzelfde als van de week. Melding, motorstoring, hele harde piep. En dan houdt de motor dus abrupt op. Nee, ik kan geen gas meer geven. Ja, de motor blijft wel lopen. Dat is nog het gekke. Mama is nog teruggelopen om te kijken of de motor het wel was gestopt. Hij blijft geluid geven. Dus of dat de motor is of dat het nou de koeling is, ik weet niet, het blijft iets heel lang doorlopen. Ja, maar het ding was in ieder geval dat mama gelukkig dus in een bocht zat waar ze direct een parkeerplaats naast zag zitten en hem dus heel snel daarin heeft gedaan voordat de auto weer stil stond en hem weer kon duwen en de ANWB kon bellen en weet ik het wat. Dus hij staat nu gelukkig gewoon op een parkeerplek hier in de wijk. Dat scheelt al wel weer. Want ja, vorige keer bij de garage zei hij al van ja, als je de ANWB hebt gehad, kan ik er niks aan zien. Maar ja, de garage is nu dicht. Dus nu moeten we dinsdag maar de garage gaan bellen van joh, hij staat daar en daar. Kunnen jullie alsjeblieft gaan kijken? Want hè, als we nu de ANWB bellen, hebben we hetzelfde probleem. Maar goed, dat is dus een heel leuk einde van het jaar. Fantastisch. We hadden al 100 zoveel euro uitgegeven aan een nieuwe gasklephuis. En dat is blijkbaar dus niet genoeg, helaas. Want de ANWB dacht dat het was. Maar er is dus blijkbaar nog iets elektrisch gaande wat niet werkt. Er zit ergens iets in het mechanische stelsel, denk ik. Of in het elektrische stelsel. Maar ja, geen idee. Er kan dus van alles aan de hand zijn. Als ik op internet zoek wat het zou kunnen zijn, dan zit er van, kan van alles. Ja, dus
Yay! Garage op zoek. Maar wij kunnen dus geen kant op. Ja. Ik dacht nog van joh, van de week als ik lekker vrij ben, kan ik misschien nog eventjes op en neer naar de mall. Even kijken voor dingetjes. En we hebben geen auto. Dus dan moet ik met het OV. En het OV doe ik er echt 3 uur over. Waar ik als ik met de auto ga in 1 uur op en neer ben. Dus dat ga ik gok ik niet doen. Net als dat we dus allerlei spullen die nog naar de stort moeten en zo ook niet weg kunnen brengen. Dus het is allemaal een beetje jammer. Maar goed, het ergste is dat de auto gewoon dit doet. Voor de 3e keer in 2 weken. Ja, dus 2,5 weken. We zijn heel blij dat hij het gisteren niet deed toen we naar Ikea gingen. Toen heeft hij het goed gedaan. Dat was echt rot geweest, vooral midden op de snelweg of zo. Maar oké, okay, hebben nu... Het is wel eng rijden als je denkt dat dat ding elk moment uit kan vallen. Ja, het is niet echt leuk. Nee. Maar goed, voor nu staat hij veilig. We kunnen er toch niks mee. Dus wij gaan lekker oud en nieuw vieren met z'n tweetjes met oliebollen, appel, beignets, allerlei lekkere tapashapjes. En we hebben het net besproken, Harry Potter. The Deathly Hallows Part 1. Lees ik mijn boek niet meer uit de naam. Het is wat. Ik ook niet, maar ik ben net begonnen. En dat was Vlogmas 2023. It's a wrap. Wij hebben een heerlijk rustige, cozy oudjaarsavond gehad. We hebben uiteindelijk allebei de laatste delen van The Deathly Hallows van Harry Potter gekeken. Lekker chill, met hapjes erbij, katjes. Uiteindelijk om middernacht, toen het vuurwerk echt losging, vonden ze het toch wel een beetje spannend. Maar verder hebben ze het echt super goed gedaan. Uiteindelijk zijn ze ook best wel snel bij ons op bed gekropen. En ik ben nu bezig met de edit van deze laatste vlog. Ik voeg nog even dit beeld toe. Dan ga ik nog even zorgen dat mijn mailbox en mijn administratie helemaal op orde zijn. En daarna neem ik lekker vrij. Vanaf 15 januari ga ik weer terug aan het werk. En vanaf die week ga je dus ook weer nieuwe video's op mijn YouTube kanaal kunnen verwachten. In de tussentijd zou ik zeggen, volg me vooral op Instagram. Daar zal ik waarschijnlijk wel actief zijn. Zeker op stories, nu ik niet meer dagelijks vlog. En ik ga in de tussentijd gewoon lekker veel lezen, lekker in bad, leuke afspraken misschien wel weer met vrienden maken. Ik heb nog geen idee, ik heb lekker nog niks gepland staan en het is heerlijk. Eindelijk tijd om even lekker te chillen en niet elke kuch en scheet te filmen voor jullie. Hoe leuk ik het ook vond. Ik ben ook wel heel blij om het eventjes weer lekker low-key en zelfstandig en privé te doen. Dus ik zie jullie gewoon over een paar weken weer terug. Fris en fruitig, opgeladen en met frisse energie. Mocht je denken, ik wil in 2024 heel graag een bepaald soort content van jou zien. Let me know in een reactie. Dan ga ik kijken of het mogelijk is. En verder een heel erg gelukkig, gezond, mooi, liefdevol en dieetreclamevrij 2024 gewenst. Ik zie jou over een paar weken weer terug. Heel erg bedankt dat je erbij was dit jaar.